goede vraag. Deze vraag krijg ik de laatste tijd veel vaker. Hoe kun je nu als teler je roofpositie veiligstellen? We hebben gezien de afgelopen 4 jaar dat we steeds meer weersextremen krijgen. Van een koud tot nat voorjaar, extreme neerslag waar daarmee gepaard gaat. Zomerstormen niet te vergeten of najaarstormen, waarbij gewoon complete maispercelen omwaaien. En niet te vergeten natuurlijk de droogte van afgelopen jaar. Daar hebben we veel verschil gezien in de mais. Daarnaast ook de bemestingsnormen, die staan steeds verder onder druk. Hoe gaan we nou, ondanks al die beperkingen, toch een goede maisopbrengst realiseren? Daarvoor heb ik wel praktische tips. Nou ja, tip 1 is, kies altijd voor vroege rassen. Zeer vroege rassen die zijn heel oogzeker. Je bent heel vroeg van je land af. Vroeg rijp. Daardoor zijn er minder oogstrisico's, minder structuurbederf bij nat najaar. Vroege rassen zijn ook altijd kwalitatiever. Hebben een hoog kolfaandeel. Daarmee realiseer je dus een hoge vermopbrengst per hectare. Niet te vergeten, men denkt vaak, vroege rassen die zullen wel weinig opbrengst geven. Maar het verschil tussen middenvroege rassen en vroege rassen is steeds kleiner geworden. En we zien gewoon dat er zeer vroege rassen zijn die gemiddeld net zoveel opbrengst geven als een middenvroeg ras. Tip 2. Kies voor mais 31 mais met staarkoffer technologie. De nieuwe staarkoffer coating hebben we afgelopen jaar geïntroduceerd in Nederland. En dat is een unieke coating. Die bestaat uit een plantcultuur en een rhizobiumbacterie. Nou ja, goed. En wat doet die coating dan? Die zorgt ervoor dat je een hele snelle beginontwikkeling krijgt van die maisplant. Die plantcultuur, dat is een soort groeihormoon. Dat zorgt voor een snellere haarwortelgroei in het beginstadium van de mais. Daarnaast zit er een rhizobiumbacterie op. Die maakt vitase vrij bij het wortelstelsel, bij de haarwortels. En daardoor krijg je moeilijk oplosbare nutriënten. Die komen dan wel goed beschikbaar voor de plant. En dat zorgt dus voor een hele snelle, vlotte, stressvrije beginontwikkeling. Dan heb ik nog tip 3. Ga voor een goede bodemstructuur en een voldoende hoog organisch stofgehalte in de bodem. Dat spreekt uiteraard voor zich. Een hoog organisch stofgehalte is belangrijk voor de vochthoudendheid van de grond. Maar ook het vasthouden van nutriënten. Dus wil jij voldoende opbrengst halen bij extreme weersomstandigheden en een hoge voederwaarde. Kies dan voor LG31 mais met onze nieuwe staarkoffer coating. Wil je meer weten en een persoonlijk advies? Ga dan naar ruwvoerforum.nl en praten we daar verder.